En bij de stem van zaterdag aandacht voor de brandbrief van de 68 Brabantse gemeenten aan de provincie. De gemeenten maken zich grote zorgen over de gevolgen van de bezuinigingsvoorstellen van de provincie. Vooral het schrappen van de subsidies aan culturele instellingen is ze een doorn in het oog. En verder een verhaal over huisbrouwerij De Pimpelmees in Kaam. De drie eigenaren zijn van plan er een volwassen bierbrouwerij van te maken. Waar straks Kaams Dubbel, Kaams Triple en Kaams Witbier gebotteld gaan worden. En op de cultuurpagina's aandacht voor het Eurovisie Songfestival dat volgende week in Oslo plaatsvindt. We brengen een overzicht van alle deelnemers en geven alvast ons oordeel.